We zijn er klaar voor, we gaan onze regenboogtaart maken. Hij wordt mede mogelijk gemaakt door Dr. Oetke. Dr. Oetke. 30 euro verder en we kunnen een taart maken. En een bak voor. En de Action. En de Action bak voor. En de Action is ook vertegenwoordigd. Nou, Action kwaliteit. Kun je dat ding ook uitzetten met dat kantel? Oh, het is 125 melk en 100 boter. Dan moeten we hier 25 gram afhalen. Maar zijn er 100 maten op, half de goede. Die moet je hebben. Nou, lekker met dat mes. Hierin? Je kijkt helemaal niet. Jawel, ik zie het al net. Maar kijk dan, heb je die en dan moet je ook nog eens keer op deze zakjes alles wezen. Bereid? Nee, je moet eerst dit nog wel maken. En dat is? Dat is die boter. Dat is nee! Jawel. Dat is die botermikcrème. Oh. Dit is het beschuitbeslag. Ja, en heb je dan die verpakking gelezen? Niks voor botercrème. Ja, heb je die verpakking waar boter is dat? Oh, dit klopt, want op dat zakje staat klopt. Is dat 100 gram? Ja. Nou, dan is het 125 melk. Melk. En een beslag, klopt. Nou. Oh, dit zat dat hierbij in, dat zakje? Nee, dat is apart. Maar je moet die en die klaarmaken. Ja, maar je moet die en die samen doen of dat nee, niet? Nee, apart. Er staat het toch? Oh, oké, okay, dan gaan we eerst deze doen. Die... Oh. Niet zo snel. Niet zo, je moet hem zachter. Ja, maar hij kan niet zachter, hij staat al op 1. 1. Ja. Dat weet ik. Dat weet ik zo. Hij spreekt ook heel erg. Get out of home. Botercrème, hij is helemaal niet goed verdeeld hoor, hè? Ja, dan moet weer terug. Ja, toch, dat maar. Echt? Gezien. Ja, die eieren erin. Er zit een schil in. Het is alleen de onderkant. Nee. Jawel, het is de onderkant. Tuurlijk niet. Waarom hebben we hier twee van? Ja, dat weet ik niet, dat stond erop. Hey. Dat moet je nu maken en verdelen over drie bakjes. Bakjes. Dat snoer is ook weer net te kort. Maar doe, ik zie het. Kijk dan, doe het. Doet. Niet doen. Ja, maar kijk dan wat hij doet. Wacht even dan. Check je uit. Nee. Ja, maar gaat hij elke keer doen? Stop. Oh nee, zeker de kraan van alles. Jeffrey zet hem op Insta. Nee. Top te mij daarmee. Nou, dan hebben we een slechte mixer gezien. Je kan nog harder kloppen met je hand dan met die tegenmixer. We hadden beter dit in dat bord kunnen doen. Nou, we hadden beter gewoon een taart kunnen kopen. Dat is ook helemaal niet gezond, al die kleurstof. Oh. Je hebt maar geen hand van die taarten. Ben je de hele avond weer zo'n stuiterbal? Wat wel. Die lopen vreten. Dan kunnen we vast die gele erin doen. Dan kan die vast bakken. Nog geen 5 minuten bezig en ik zit al onder het bakkersjaxé. Ja? Ja. 25 minuten. Jeffrey, neem ook café. Wat is dat? Gadverdamme. Oeh, wat vies. Ew. Ew. Oh, oh. Oh, net mijn tanden. Ew. We zijn nu aan het wachten dat het in de oven is. Lekker. Lekker, Jack. De gele is klaar. Hij is helemaal niet geel. Is helemaal verbrand. Nee, binnenin is misschien wel geel. Even op die onderkant slaan. Dat ding ziet er niet uit. Nee. Hij zit helemaal vast aan dat ding. Ja, dat moet je even laten. Dan kun je dat als die afvalkoelt zo gaan. Nou, inmiddels hebben we de drie bodems gereed. Ja, hij is wel geel nu. Roze en blauw. En ik neem er een lijntje bij. Ja, dan... Hey, je mist een stuk. Dat denk ik wel. Kijk eens.
Dat wordt gewoon een unicorn taart. Unicorn shit. Unicorn shit. De suikwaai. Proef eens dan. Ja, moet je leren drinken. Oké, hè? Het is niet naar. Je lust het wel. Moet nog eens proeven. Hij is gewoon twee eerste slokjes nooit zo lekker. Ja. Hij is gewoon ook een slok nemen, zo lekker. Jeffrey drinkt nooit. Kun je ondertussen misschien aan onze volgers vertellen waarom je nooit drinkt? Misschien kan je ook eens aan je volgers vertellen wat er gebeurt als jij verdeeld drinkt. Nee. Wat houden jullie dan? Wat? Wat doe je dan? Wat ik aan doe? Ja? Als ik verdeeld drink? Ja? Nee, niet. Wat grappig. Kijk hè. Oh, hij ziet er lekker uit. Hond in de keuken. Die kan weg naar deze vlog. Nou. Ja, en wanneer kunnen we hem versieren? Unicorn mix eroverheen. Ho. Filmen. Is het geen feestje? Yes, 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 yes. Dan haal ik jullie even erbij. Dit is nu de keuken. We waren vandaag om 7:30 begonnen met die taart en het is nu... 10:30. Nee, 10:10. 10:10. Dat is nog niet normaal. Ik vind het eigenlijk misleiding. Wat? Die moeten ze aankaarten bij Radar. Dat ze op de verpakking zeggen 25 minuten en het duurt 2,5 uur. Nou, we gaan het sowieso nooit weer doen. Die slechte omschrijving op die pak ook. Wat wordt het, een jongen of een meisje? Nou, oh, kijk die binnenkant. Kijk eens. Ja, kijk eens. Ja, leuk. Ja. Nou, ik vind het wel lekker hoor. Ja, is mooi lekker. Dit is een jubileum. Het jubileum is goed gevierd met de taart maken. 12,5 jaar, of 12,5 vlog. Ja, hoeveel gaan we er nog bij maken? Tot we er geld mee hebben. Elke week eten. Nou, bedankt voor het kijken. Taart is top.